Welkom in de Grote Kerk Apeldoorn. Wij zijn momenteel bezig met het realiseren van de mooie kroonluchters ter gelegenheid van 125 jaar Grote Kerk in Apeldoorn. Een geschenk vanuit de Stichting Exploitatie Grote Kerk Apeldoorn aan de Grote Kerk. De laatste werkzaamheden vinden plaats, het afwerken van de kroonluchters. Zoals u kunt zien naast mij hangt een hele mooie kroonluchter. Deze is al gereed, deze functioneert ook tevens al wel. Nu zijn we bezig met een balkon, kroonluchters onder het balkon, daar hangen wat kleinere versies en die zijn we nu aan het aansluiten. Dit is de bedrading, multikabel met heel veel draadjes en heel veel schakelingetjes die allemaal naar de drivers toe gaan. En die drivers die zitten op een plaat gemonteerd, zoals je hier kunt zien, verschillende drivers voor de grote LED modules die erin zitten van Shikato. Een driver per 4 leds. 1, 2, 3, 4. 4 keer 4, 16 grote leds. En voor de kaarsjes die bovenop de kroonluchter zitten, hebben we een kleine losse driver die de 2 watt kaarsjes prima kan aansturen. Daarnaast zit een stukje domotica van Digitalstroom. Dat is een mooi product waarmee je dus via gewoon je energieleiding je complete domotica kan besturen. Geen wifi nodig, helemaal niks. Gewoon puur via het lichtnet. Worden alle modules op een adres aangestuurd en kunnen we dimmen, kunnen we schakelen, alles wat je wil. Temperatuurschakeling erin, voor mochten de modules te warm worden, de drivers, dan kunnen we eventueel een ventilator laten aanschakelen. Helemaal bedraad, moet nog iets afgewerkt worden en dan gaat hij in een grote afgeschermde kast, IP65, onder de vloer, veilig en wel, en kan hij de kroonluchter aansturen. En zo kun je alle modules bepalen, alle dingen aansturen wat je wil door middel van een app op de telefoon of tablet. Ook met het Digitalstroom softwarepakket. Dus we zijn nu bezig om deze plaatsdaak in te gaan bouwen. En we gaan nu eerst kijken of we hier netjes veilige adereindhulsjes op kunnen plaatsen en aanknijpen, zodat we deze ook veilig onder de grond in het luik kunnen aansluiten. Er volgt straks nog een filmpje waarbij in wordt verteld en laten zien dat alle kroonluchters gaan branden. Dus als je dat wil zien, volg het nou eventjes op mijn kanaal. Heel bedankt.